Welkom op mijn kanaal. Vandaag laat ik zien hoe ik mijn handen en nagels verzorg in de winter. Zodat ze lekker zacht en niet droog uitzien en niet droog worden. Dus wil je weten hoe ik het doe? Blijf dan kijken. Dit zijn de producten die ik gebruik altijd. Een handscrub en een handcreme. Deze handschoentjes. Een nagelriemolie. Pen. Van OPI. Een verzorgend lakje of een base coat. Deze is van Trint. Een vel waarmee je nagel kan laten glanzen. Deze is van Herbo. En een bokkenpootje. En deze is van Ethos. Als eerste begin ik met het verwijderen van mijn nagellak. En dat doe ik met deze nagellak remover van Essence. Die kost maar €1 in de winkel en een paar wattenstaafjes of wattenschijfjes. En ik heb glitternagellak op, dus het kost even wat moeite. Ik ga nu mijn nagelriemen verwijderen en een beetje terugduwen. En dat doe ik met zo'n bokkenpootje. Deze van de Ethos en hiermee kan je dan zeg maar de nagelriemen verwijderen, dit stukje. En het is belangrijk dat je nooit te veel verwijdert, want als je te veel verwijdert dan kan je infecties en zo krijgen. En ik heb het wel eens gedaan en het was erg pijnlijk, dus ik zal het niet doen. En deze gebruik je dan voor terugduwen van je nagelriemen, dat doe je dan zo. En dan moet je niet te hard of zo doen hoor, want als die nou doorschiet, dan doet dat heel veel pijn. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb nu mijn nagelriemen verwijderd en een beetje teruggeduwd. En ik weet dat mijn handen er niet uitzien. Komt door de kou, dan worden ze altijd zo rimpelig en dan zijn ze heel droog. En wat ik nu ga doen is mijn handen een beetje verzorgen. Ik gebruik daarvoor deze twee producten van Rituals gebruik ik daarvoor en dit is een scrub en dit is dan een gewone balsem. Of een handbalm bedoel ik, balsem. Dat is echt een cremetje en dit is meer om je handen een beetje zacht te krijgen. Maar ik ga ook nog even mijn nagelriemen insmeren met nagelolie en ik gebruik deze van OPI daarvoor. En doe ik gewoon even zo. Blijf ze tenminste een beetje gezond. Dat is ook wel belangrijk. Nu heb ik mijn nagelriemen ingesmeerd en een beetje gemasseerd. Doe een beetje zo. Ik kan het lekker inwerken. En dit doe ik niet echt wekelijks of zo hoor. Dit nagelriemen verwijderen, insmeren en zo doe ik echt eens in de maand. Oké, en nu ga ik dus even nog mijn nagel filen. Ik gebruik deze vel van Her Home en deze heb ik heel lang geleden gekocht. Ik heb geen idee of je het nog kan kopen. Maar deze heeft twee kanten. Stap 1 is dan zeg maar je nagel zo veilen. En dan echt je nagel, niet de randjes, maar echt de nagel. Doe dan zo. Nou, dan ziet je nagel er gewoon normaal uit. Stap 2 is dan voor de glans. En dan heb je glanzende nagels en dan gewoon natuurlijk en mooi glad. En dat ga ik dus ook doen met al mijn nagels. Nou, ik heb al mijn nagels een beetje glad geveld, glanzend gemaakt met de vel. En ik ga nu een verzorgend lakje opbrengen en deze nagellak is van Trint. En ik gebruik deze ook eigenlijk als base coat. En het verzorgt ook nog eens je nagels. Dus ik ben echt groot fan van dit
lakje. En hij is gewoon normaal transparant. Dus ja. Gewoon normaal. Nou, mijn nagels zijn allemaal droog en zien er zo uit. Gewoon natuurlijk. Een beetje glanzend. En ik ga nu mijn handen insmeren met een scrub. En zoals je ziet, het is echt een scrub. En daarmee ga ik mijn handen scrubben. Nou, mijn handen die heb ik net gewassen. En na het scrubben voelen ze echt lekker zacht aan. En je ziet het ook, ze zijn minder droog dan eerst. En ik ga nu mijn handen nog insmeren. En ja, dat ga ik doen met deze crème van ook weer 12, zoals ik al zei. Ja, ik heb nu al zachte handen door de scrub. Maar soms ja, scrub ik mijn handen niet en dan zijn ze nog steeds heel droog. Dan heb ik nog een gouden tip. Deze handschoentjes zijn van Essence en die zitten in de extra nail art schap. Ik weet niet of deze nog verkrijgbaar zijn, maar het zijn gewoon kartonnen handschoenen. En ja, kijk. Ze voelen lekker warm aan. Ja, heb je echt droge handen die echt gewoon ja, niet te redden zijn, dan zou ik zeggen, pak een beetje crème. Smeer je handen in. Pak dan de handschoenen. En die doe je dan gewoon even aan. En dan wacht je ongeveer 10 à 15 minuutjes. En als je dan je handschoenen erna uit doet, dan zijn je handen echt onwijs zacht. En gewoon, ja, geweldig. En gewoon niet droog. En ja, dan zijn ze echt geweldig zacht. En ja, voelen ze ook echt heerlijk aan. Maar ja, dat zou ik je alleen aanraden als je echt hele droge handen hebt. Anders zou ik je handen gewoon normaal insmeren. Naar een scrub. En dit was dan hoe ik mijn handen verzorg in de winter en mijn nagels. Een beetje. Ik hoop dat je het een leuk filmpje vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!